Dit is een videoproductie van InMail.nl en De Nije Krant. Dit is Herfstgasten, een tv-programma van het ondernemerscollectief Mail. Presentatie Corné Kremers. Herfstgasten hier in Cafézaal Eterij Libre aan de Langeboomseweg in Mil bij Herfstgasten van het ondernemerscollectief Mil. En onze volgende twee gasten zitten weer aan tafel. En eigenlijk zelf geen ondernemers, maar wel heel veel met ondernemers te maken. Marcel Verras en Gerard van Os van de IBN, account manager bij de IBN, heren. Zoals dat heet, de IBN ja. En, hoe heet het ook alweer, Marcel, het werkgeverschap. We zijn accountmanagers bij IBN en bij het werkgeversservicepunt. Het werkgeversservicepunt, dat is een samenwerking van de gemeenten in deze arbeidsmarktregio en UWV en IBN als sociaal ontwikkelbedrijf. Ja. En zoals ik straks in mijn aankondiging al zei, Gerard, veel ondernemers kunnen er voordelen bij hebben om juist met jullie in zee te gaan, of met jullie medewerkers in zee te gaan. Hè? Ja, absoluut. Ja, want vertel eens. Ik werk nu inmiddels 7 jaar bij IBN en ik heb echt ervaren dat mensen, zoals wij dat altijd noemen, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, toch heel erg waardevol kunnen zijn voor werkgevers. Ja. En we proberen ze ook zoveel mogelijk te stimuleren en te helpen en op te leiden om een passende functie te gaan krijgen bij een werkgever. Ja, want als we het dan hebben over mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en Marcel, we hebben het over gehandicapten of mensen met een beperking, maar ja, jij noemt dat liever anders, hè? Ja, klopt. We hebben het over mensen en we willen zoveel mogelijk inclusief zijn en zo min mogelijk onderscheid maken. En zeker in deze tijd, hè, waarin we te maken hebben met krapte, is het van belang om, het is altijd van belang, maar zeker ook nu, om ieder potentieel te benutten. En ieder mens heeft kwaliteiten en heeft talenten. Ja, want de IBN, vroeger kenden we vooral vanuit WSW en de sociale werkvoorziening. Hè, dat zijn termen wat mensen kennen. Volgens mij is het allemaal heel vroeger hier in Sint-Hubert bij Erika of zo begonnen. De eerste sociale werkplaats of zo vanuit, waar was het, Dr. Gunnenweg of zo? Ongetwijfeld de mensen die hier in de zaal ook nog weten. Ja, dat is allemaal doorgegroeid, maar ik heb ook het idee, als er ergens veel ontwikkelingen zijn en veranderingen, dan is het ook binnen de IBN en de WSW. Ja, klopt. Ja, de WSW bestaat niet meer. Er is de participatiewet voor in de plaats gekomen. En met al respect, toevallig vandaag werd in een andere bijeenkomst van Aan het Werk, een samenwerking van verschillende werkgevers in de arbeidsmarktregio, waar Johan Vlemmings, ik kan even door het licht niet zien of dat hij er nog is, maar vandaag was dat Prinses Laurentien was daar. Oh. dus een klein wereldje. Die was op bezoek om te spreken over laaggeletterdheid. We zijn van origine begonnen door de samenwerking in de regio Kuik en in de regio Os en de regio Uden, Veghel. En op die manier proberen we zoveel mogelijk mensen te bedienen. En die participatiewet die is helaas wat ingewikkelder geworden. Vooral ook omdat niet iedereen zichzelf daarvoor kan aanmelden en daar gebruik van kan maken. Dus je komt daar pas op een later moment voor in aanmerking dan in het verleden. Ja. Want hoe gaat dat in zijn werk, Gerard, in de praktijk? Want wie kan er uiteindelijk zeg maar, bij jullie terecht om via jullie ergens werk te krijgen? Ja, we hebben bijvoorbeeld instroom vanuit de gemeenten. Mm-hmm. Die dus kandidaat bijvoorbeeld die op dit moment in de bijstand zitten
en waarvan de gemeente vindt dat ze aan het werk moeten, dan worden ze bij ons aangemeld. Wij starten dan een training met die mensen, hoe ze moeten solliciteren, hoe ze een cv moeten maken. En uiteraard gaan we vragen wat de persoon of de cliënt die we krijgen, wat hij het liefste wil gaan doen. En dan gaan we zoeken. Ja. En hoe ben je trouwens zelf in terechtgekomen als accountmanager bij die? Ja, ik heb 40 jaar in de ICT gewerkt. In 2011 begon mijn oor links loeihard te suizen. Daarna, dat stopte weer uit het niets. En in één keer begonnen mijn handen raar te doen. Ja. En toen kwam ik bij een neuroloog terecht. En vervolgens kreeg ik de diagnose MS. Okay. Een progressieve vorm. Heb ik eigenlijk een jaar thuis gezeten en ik dacht van nou, dat is het. En dat wilde ik niet accepteren. Dus ik heb gewoon hulp gezocht en uiteindelijk kreeg ik dus de zogeheten WSW-indicatie. Ja. En met die WSW-indicatie ben ik weer gaan werken. Heb ik 2 jaar bij een IT-bedrijf gewerkt, maar daar werd de stress te hoog voor mij. Ik had ook wat cognitieve problemen. En vervolgens kende ik iemand bij IBM die mij kende van een Amerikaans bedrijf. En die zei van, god, wil je bij ons komen werken? Ja. En juist omdat mij dit overkomen is en juist omdat ik vond dat ik niet thuis moest gaan zitten achter geraniums, ja, kan ik juist andere mensen ook makkelijk motiveren om weer de draad op te pakken en te gaan werken. Je spreekt vanuit je eigen ervaring. Echt uit eigen ervaring, ja. 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 Ja, wat sommige mensen misschien niet weten, maar ik zat ons interview voor te bereiden, Marcel, en toen dacht ik, ja, er zijn heel veel mensen waar ik veel aan te danken heb zelf, hè, want voor de mensen die weten, ik ben zelf blind, er zijn veel mensen waar ik veel aan te danken heb, maar eentje daarvan, ja, daar ben jij ook, hè, want wij kennen elkaar 2001, denk ik. Ja, precies, 20 jaar. Ja. Ja. Op dat moment had ik even geen werk en ik dacht, ja, wat moet ik nou terecht? Kwam ik ook in de WSW terecht en toen was er een baantje in Graven, maar er was even niemand die met me mee kon rijden. En toen kwam ik me zelfs halen, hè? Weet je dat nou? En bij ons thuis. Dat ik jou kwam halen, wist ik niet. Ja, ik weet wel dat we ver gaan in onze dienstverlening, ja, ondersteuning. Ja, kwam, ja. Maar als chauffeur kon hij dat, ben graag, ik even vergeten. Je wilde blijkbaar graag me aan het werk hebben. Ja, ja. Dat sowieso. Wat des toen gelukt, hè? Ja, ja, klopt. Ja, weet je, ik vind het ook heel erg leuk dat we hier met elkaar aan tafel zitten. We hebben elkaar tussendoor nog een paar keer getroffen. Ja. En ja, weet je, Coné, jij bent, als het gaat om mensen, hè, met talenten, ook jij bent, ondanks waar je mee te kampen hebt, hè, een doorzetter. Hm. En ik weet nog dat jij heel doelgericht was en uiteindelijk ja, mooie stappen hebt gemaakt. Ja. Doelgericht, sommigen noemen dat eigenwijs trouwens. Maar dat, ja, ja, goed. Nou, ja. Nou, maar dat is ook wijs, hè? Yeah. En ja, dat is mega knap. En dat was toen al heel erg mooi. En om dan zeg maar al die jaren te volgen hoe dat is gegaan met jou. Yeah. En maar is er op dit moment nog steeds dat gewoon mensen met een handicap of mensen met een beperking terecht kunnen wel in de IBN? Of zijn daar ook wel wijs? En nou goed, ja, wat ik net al zei, dat is helaas wat ingewikkelder geworden. Voorheen konden mensen zich vrijwillig aanmelden. En werd er beoordeeld van, luister, ben je aangewezen op aanpassingen? Ben je aangewezen op extra ondersteuning? En nu moet er dus zeg maar gemiddeld genomen een opdracht komen vanuit de gemeente of vanuit de UWV. In sommige gevallen, ook, als het ware steeds meer, gaan ook bedrijven bij ons aankloppen om ervoor te zorgen dat we met een stukje investering, met wat mogelijke aanpassingen en extra condities, dat we ervoor zorgen dat mensen dus zeg maar bij voorkeur aan de slag blijven. Om een stukje ja, zeg maar, schade te voorkomen. Hè? Want als je werk verliest, een periode werkloos bent, dan ontstaat er al snel ja, veel last en schade. En ja, we hopen dus zeg maar, steeds vaker ervoor te zorgen dat mensen aan het werk blijven. En dus zich doorontwikkelen. En uiteindelijk weer verder kunnen gaan met een andere passende baan. Ja. Ja. En ik zei straks al, Gerard, het heeft voordelen. Hè? Als je als ondernemer, we zitten hier met een aantal ondernemers, mensen thuis zijn wellicht ondernemer, die zeggen, ja, welke voordelen heeft het dan voor mij als ik iemand in dienst neem via IBN? Iemand met handicap, beperking, ja, afstand tot arbeidsmarkt. Ten eerste wil ik beginnen van iemand die is bijvoorbeeld, hè, die gaat een heel waardevol gevoel krijgen op het moment dat hij dus inderdaad een kans krijgt om toch weer te gaan werken en mee kan doen in de maatschappij. Dat is één ding. Dat stimuleert gewoon mensen. Ja.
Daarnaast komen wij ook de werkgever natuurlijk tegemoet met bijvoorbeeld de loonkostensubsidie of een begeleiding op de werkplek. Er zijn tal van instrumenten die wij kunnen inzetten vanuit de participatiewet om het aantrekkelijk te maken voor de werkgever. Ja. En mag ik daar iets op aanvullen? Ja? Het belangrijkste is natuurlijk dat het een goede match is. En dat als mensen worden ingeschakeld, hè, dat zij waardevol zijn in dat bedrijf of in die organisatie. En daar geloven wij heilig in. En dat we door samenwerking zeg maar voor de juiste matches zorgen in deze regio. En daarmee met die samenwerking binnen het WSP zijn we ook grensoverstijgend. Dus als iemand uit Mail het beste past in Uden, dan krijgt die persoon werk aangeboden in Uden en omgekeerd. Mm. En uiteindelijk gaat het erom dat iemand goed gematcht wordt. En dat doen we dus zeg maar met een grote groep van mensen die met elkaar samenwerken. Ja. Maar voorheen sommige partijen wat losser van elkaar opereren. En hoe ziet het in de praktijk uit, zeg maar, qua vraag en aanbod? We zitten nu in een hele bijzondere situatie. En dat is dat er in heel veel sectoren krapte ontstaat. Dus wat dat betreft, op dit moment zijn er heel veel bedrijven die zeggen van luister, heb je voor mij een man? Mag ik of, van jou? Ja. Iemand ja. In de techniek, in de zorg, in de logistiek, et cetera. Ja. En de tekorten worden groter. Helaas wil ik eigenlijk zeggen, anderzijds is het eigenlijk wel erg goed. Ja. Want we zijn met elkaar zoveel verder dat er heel veel werk is, heel veel werkgelegenheid en steeds minder werklozen. Ja. En als er dan mensen, Gerard, die zitten te kijken en zeggen van ik zoek eigenlijk ook werk, maar het lukt me niet om gewoon aan de bak te komen. Zeg maar wanneer kan iemand bij jullie terecht en wat moet hij dan volgen? Welke weg moet hij volgen om zover te komen? Nou, hij kan zich nogmaals via de gemeente kan hij zijn eigen aanmelden, maar hij mag ook gerust IBN bellen. En dan wijzen we zo'n persoon de weg. Ja. Van hoe die dus bij ons, via ons, aan het werk kan komen. Ja. En we hadden net over die regels, die regelmatig veranderen. Hebben jullie er veel last van als uitvoerend orgaan? Van al die wetten en die... Wil je een eerlijk antwoord? Eigenlijk wel. Ja. Ja, hè? Ja, heel veel last. Ja dat we zeggen, we hebben met z'n allen de wetgeving in Nederland wat te ingewikkeld gemaakt. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Mijn visie is dat je ervoor moet zorgen dat je voor ruimte en voor creativiteit zorgt en voor korte lijnen. En dat je het voor werkgevers eenvoudig maakt om mensen een kans te bieden. Want dan ontstaan er kansen voor mensen. Ja. En natuurlijk moet ervoor zorgen dat dan ook op de juiste manier gebeurt en met de juiste... Ik hou niet zozeer van het woordje beschermen, maar wel met een bepaalde bescherming, zodat iemand ook duurzaam ingepast wordt. Ja. Ja. Wat ik dan hiervan nog even aan wil geven, is dat je op een gegeven moment, ik zelf werkte in de WSV toen, hè, maar wel gewoon uitgestroomd ben naar gewoon CAO-dienstverband. Ja, precies. Dat was toen in die tijd eigenlijk vooral de bedoeling ook, toch? En nog steeds. Want wat dat betreft, wij hebben, als ik praat voor het WSP en IBM, we hebben geen direct winstoogmerk. Ja. Wij gaan voor het hoogste doel. En dat is dat zoveel mogelijk mensen worden ingepast, dat iedereen meedoet. En dat gebeurt op een zo volwaardig mogelijke manier. En dus op de reïntegratieladder, zoals wij dat noemen. Ja. Dat mensen zo goed mogelijk worden ingepast. Om maar niet de woorden normaal en bijzonder te gebruiken. Dus in dienst treden bij een werkgever met... Zoals Gerard zegt, waar nodig een bepaalde conditie, waardoor er bijvoorbeeld subsidie wordt verleend en of een lichte aanpassing. En die lichte aanpassing, dat kan heel bescheiden zijn, van bijvoorbeeld een staarsteun tot een drempel die weggehaald wordt, et cetera. Ja. Hartstikke goed. Ja. Heren, bedankt voor jullie mooie verhaal. Ik weet niet of ik al je ooit echt voor bedankt heb, Marcel, voor je werk wat je voor mij gedaan, maar anders bij deze. Hartstikke bedankt. We drinken er zo meteen. Erg leuk. Dankjewel. Graag gedaan. Heel erg graag gedaan. Hartstikke bedankt en heel veel succes. En mensen die meer informatie willen, kunnen altijd bij IBN terecht. Ja. Wij gaan over weer naar een stukje muziek, want hij is nog steeds bij ons hier in Herfstgasten in Cafézaal Eterij Libre. Bert Damink. Thank you.
Tot zover deze aflevering van Herfstgasten, een programma van het ondernemerscollectief Mil. Meer weten over hetgeen zij zoal doen? Like dan de Facebookpagina en zie www.ocmil.nl.